Welkom bij de eerste uitzending van het DBC Nieuws van woensdag 13 september. DBC Nieuws is een samenwerking tussen Brabant Centrum en Omroep Dommeland. Bierliefhebbers konden zondag hun geluk niet op tijdens het festival Bierenlot in Bokstel. Op het festijn schonken kleinschalige brouwerijen uit binnen- en buitenland de beste bieren die zij op fles en tap te bieden hebben. Dubbels, quadruppels, blond, honderden liefhebbers genoten van dit soort bieren tijdens Bierenlot. Ja, Bierenlot is een prachtig festival dat we voor de 23e keer organiseren in Boksel. Waar tussen de 1000 en de 1500 mensen uit Boksel een prachtige middag beleven. Dat is Bierenlot. Vooral de Bokselaren zelf kwamen massaal af op de speciaalbieren. We komen ook van buiten Boksel, België, Duitsland, van Texel. Ja, ze komen uit alle delen van het land, maar het merendeel uit Boksel. Met muziek van de band Van Bakkes presenteerden 16 brouwerijen hun specialiteit. We staan hier in Boksel op Bierenlot en we hebben hier een centje met vier verschillende soorten bieren. We hebben de blond, de Belgian ale, de quadruple en de triple. En het loopt erg goed. Bierenlot is heel leuk omdat het steeds hetzelfde concept is. We moeten ze ook vooral vasthouden, maar met steeds verschillende biertjes. Jaarlijks worden bijzondere brouwerijen uitgenodigd voor hun beste brouwsels. We hebben ongeveer meer dan 350 brouwerijen in Nederland. Meer dan in België. Kleine brouwerijen, dus dat is zeer uniek. We wonen pas 2 jaar in Brabant. We komen uit Gelderland, maar we vinden Brabant aangenamer, bourgondischer en we willen alles meemaken wat hier dus te beleven valt. En dit is het bierfestival. De eerste editie van de Bokselse Kunst- en Cultuurweek opent dit weekende. Onder de naam Kukkeleku zijn er weeklang allerlei culturele en kunstzinnige activiteiten. De uitmarkt op zaterdagavond is het begin van de Kunst- en Cultuurweek. Vanaf 7:30 zijn er tal van optredens, theateractiviteiten en muziekvoorstellingen. Zo begint de avond met een generatieconcert. Kinderen treden dan op met hun opa's en oma's. Zondagmiddag is er veel straattheater en popmuziek in het centrum van Bokstel. Dan vindt namelijk het evenement Bokkensprongen plaats. Ook maken basisschoolleerlingen en middelbare scholieren op die dag een kunstwerk. De expositie Kunst op Stapel krijgt op dinsdag en donderdag extra aandacht. Door de week worden extra rondleidingen gehouden langs deze kunstexpositie in Kasteelpark Stapelen. Daarnaast is op woensdag het Museum Mubo aan de Baroniestraat een middag extra open. Op Rivier de Dommel wordt de Kunst- en Cultuurweek afgesloten met het Dommeltheater. Er varen 15 verschillende bootjes rond die iets kunstzinnigs uitbeelden. Daarnaast zijn er in het laatste weekend van Kukkeleku nog allerlei activiteiten. Feest in Lennesheuvel afgelopen zondag. Burgemeester Mark Buijs heropende gemeenschapshuis De Orion. Het dorpshuis is de afgelopen maanden gerenoveerd en klaargestoomd voor de 21ste eeuw. Bij het gemeenschapshuis werden zondag de gasten feestelijk verwelkomd met een hapje en een drankje. Ook met de muziek zat het wel snor.
Fanfare Sint-Arnoldus was erop uitgetrokken om de heropening van het gerenoveerde dorpscentrum te vieren. Dat deden ze samen met tientallen dorpsbewoners, vrijwilligers en burgemeester Mark Buys, die enthousiast was over het resultaat van alle werkzaamheden. Het is geweldig om hier te zijn, want ik was hier denk ik een week of twee weken geleden met het einde van de speelweek en toen zag ik het eigenlijk al. Er is iets veranderd in dit dorp. Er is iets echt wezenlijk veranderd en bij de tijd gebracht. En dat is toch wel heel mooi om te zien als je het gebouw zo van buiten bekijkt. En je zag ten eerste stenen, wat eigenlijk volgens mij typisch bij de jaren 70, 80 hoorde. En je ziet nu een gebouw staan wat helemaal bij de tijd is. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor de mensen om te zien dat het hart van Lennisheuvel, want daar spreken we toch eigenlijk over, het echte hart van Lennisheuvel, er mooi uitziet en daarmee ook weer klaar is voor een aantal jaren om met elkaar hier heel veel te doen. Ik zou zeggen, proost met z'n allen. Buiten, maar ook binnen zijn er aanpassingen gedaan. Zo is het sanitair vernieuwd, zijn er nieuwe stoelen en er is een nieuwe geluidsinstallatie. Het feit dat nu de Orion helemaal is opgeknapt is voor ons ook ontzettend leuk. Want we hebben hier elk jaar voorstellingen en dan ontvangen we ruim 500 gasten hier in de Orion. En dan is het natuurlijk leuk dat dat in een gebouw kan wat weer helemaal van deze tijd is, wat opgeknapt is. En eigenlijk weer alle faciliteiten heeft die het nodig heeft. Dus wij zijn echt super blij met dit initiatief. Ik ook. Ja, heel gezellig om één keer in de 14 dagen voor de fanfare hier aanwezig te zijn. Voor de koffie. Twee dikke vette vriendinnen. Lekker zo'n bakje koffie. Dit weekeinde waren er ook ledlampjes op Rivier de Dommel te zien. Tijdens Boxer by Night op zaterdagavond verlichten ruim 200 kanovaarders het riviertje. Langs de oevers keken de toeschouwers hun ogen uit tijdens de jaarlijkse vaartocht door Bokstel. Alle deelnemers versierden voor het evenement hun bootjes met sfeerverlichting bij het clubhuis van Vereniging De Pagaai, die de sfeervolle kanoroute organiseert. Daar verzamelden zich om precies te zijn 207 vaarders om het water op te gaan. Alle verlichte scheepjes gingen rond 9 uur de rivier op. Zij vertrokken vervolgens richting het centrum van Bokstel. Een DJ vermaakte onderweg de kanoers en alle deelnemers werden ook nog eens getrakteerd op een discofeest tijdens het peddelen. De verlichtingen op de kano's leverden spectaculaire beelden op voor de toeschouwers. Dankzij alle creatieve lichtontwerpen werden zij vanaf de waterkant en de bruggen getrakteerd op een haast magisch schouwspel. Tijdens het sfeervolle evenement zorgde duikclub Marlin Divers ervoor dat iedereen het rondje Bokstel veilig voltooide. Terug naar vervoer op het droge dan. Honderden fietsers trokken zondagochtend door de omgeving van Liemt. Zij sprongen op het zadel bij Café Het Groene Woud vanwege de 16e editie van de MTB Toertocht. Bij de starttafel van de MTB Toertocht was het al vroeg dringen geblazen. Ruim 400 recreatieve mountainbikers schoten vanaf 8:30 uit de startblokken om mee te doen aan de 16e editie van dit fietsevenement. Deelnemers aan de kortste afstand raceten naar Eerde. De fietsers die kozen voor de langere afstanden maakten een extra lus richting Veghel. Langs de route waren de pauzemomenten prima geregeld. En bij de start van de Tour lag het parcours er uitstekend bij. Nou, het was geweldig weer vanmorgen. Rond 7 uur was ik al hier om alles in de kraan te gaan zetten. Mm-hmm. En de zon scheen al bijna, dus het begon al heel goed de dag. Ja. Nou, en de eerste waren voor 8 uur kwamen ze al aangereden met de auto. Hoeveel kilometer doet hij vandaag? 65. Oké, nou succes. Nou, als 600 deelnemen, dan is het al ruim schoos, maar ik denk dat we met 400, ruim 400 dik tevreden mogen zijn. De fietsen moesten na de hand natuurlijk wel even afgespoeld worden. Zo konden de deelnemers toch nog enigszins schoon naar huis. 5 clubs uit onze regio kwamen in actie dit weekende. Net als DVG pakte ook Essen Boys met 3-1 de winst tegen OSC 45 uit Den Bosch. Aan het einde van de eerste helft stonden de Essenaren met 2-0 voor. De Bossenaren maakten naar rust nog de aansluitingstreffer, maar 3 minuten voor tijd scoorden de mannen uit de S de bevrijdende derde treffer. ODC speelde zondag een uitwedstrijd tegen SV Budel. Bij rust stond het nog 1-1, maar uiteindelijk won de club uit Boksel met 5-2. Net als Essen Boys won ook DVG haar bekerwedstrijd met 3-1. Tegenstander Boskant kwam nog wel op voorsprong, maar de Liemdenaren trokken daarna alsnog de overwinning over de streep. Het vaandelteam van LSV wist zondag helaas niet te winnen.
De voetballers uit Lennesheuvel verloren nipt met 1-2 van de Bergrijkse club Terlo. RKSV Bokstel kwam zaterdagavond al in actie. De vierde klasse verpulverde de bocht uit Oorschot. Vooral aanvaller Heike van Hees was op dreef. Hij maakte in de tweede helft maar liefst 5 doelpunten. Eindstand 8-1. Dit was het eerste DBC-nieuws. Volgende week zijn we weer terug met een nieuw journaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.